Ja, de zomervakantie komt eraan. Hè. Dat betekent extra veel drukte op luchthaven Schiphol. Meer dan 10 miljoen reizigers komen deze zomer naar Nederland toe of vertrekken naar het buitenland. En een van de drukste banen ter wereld is die van luchtverkeersleider. En ook zij moeten de komende tijd weer flink aan de slag. Van Maastricht, band 3, 2, decimal 6. Avia 529, klein kleine band 2-0. Kerman 870, on navigation direct RTIP voor een W2-7. Als je straks met de auto op vakantie gaat, dan kunnen je ouders gewoon de TomTom gebruiken, een navigatiesysteem. Links afslaan. Piloten hebben ook een navigatiesysteem, maar dat is lang niet genoeg, want de vliegroutes zijn zo ingewikkeld dat ze hulp nodig hebben vanaf de grond. En dat werk doen de luchtverkeersleiders. Waar we nu zijn is de radarzaal van de verkeersleiders. Alle vliegtuigen boven Nederland worden hier in de gaten gehouden. En wij helpen de piloten door middel van instructies. We zeggen wat ze moeten doen. Heading houden, Nederland Airport 65. Om naar een gewenste bestemming te komen. En dat het allemaal veilig gebeurt. Dat ze niet te dicht met elkaar komen, waardoor ze misschien gaan botsen. En dat is wat hier al mijn collega's aan het doen zijn. De stipjes op het scherm zijn vliegtuigen. Ze hebben allemaal een eigen code. Door die code weten de verkeersleiders precies met welk vliegtuig ze te maken hebben. Waar hij vandaan komt en waar hij naartoe wil. Transavia die is in Alicante geweest, die gaat zo land op Schiphol. Deze komt uit Rome vandaan, de KLM. Hier een Cathay Pacific, die komt uit Parijs. Zodra een vliegtuig in de buurt van het Nederlands luchtruim vliegt, verschijnt het direct op het scherm. Dit apparaat hier zorgt ervoor dat de luchtverkeersleiders de vliegtuigen op hun scherm kunnen zien. Een grote radar. De radar zendt radiogolven uit. Als een vliegtuig door de lucht beweegt, weerkaatst het vliegtuig die golven van de radar weer terug. Dat registreert de radar. Iets dat dichtbij wordt teruggekaatst, weerkaatst harder dan iets van ver weg. Op die manier kan de radar heel precies meten of er een vliegtuig is en hoe ver weg het is. Ook vangt de radar de code van het vliegtuig op. En al die informatie, dus de afstand en de code, wordt rechtstreeks doorgestuurd naar het radarcentrum op Schiphol. Evelyn 7393, contact langere band 285. 285. Hoe zorgen jullie er nou voor dat al die vliegtuigen in de lucht niet tegen elkaar aanbotsen? Waar letten jullie dan op? Ja, we letten op de afstand tussen vliegtuigen. We hebben één voordeel. Op de weg heb je ook al viaducten, maar wij kunnen dus vliegtuigen over elkaar heen laten vliegen. Dus dat geeft extra ruimte. Als het op één hoogte moet, dan zullen ze elkaar tegenkomen. Dus hoogteverschil is een belangrijk iets. Maar ook dat ze achter elkaar blijven vliegen. Dat betekent dat ze allebei dezelfde snelheid moeten gaan vliegen. En je kunt door koersen kun je zorgen dat eentje voorlangs of achterlangs gaat. Dat zijn de drie dingen die wij kunnen regelen. Okay. Links en rechts, harder en langzamer of klimmen en dalen. Dus eigenlijk ben je de hele dag aan het puzzelen hier? Ja, heel diep in je gedachten ben je hier aan het puzzelen. Alle mensen die hier ziet werken, die zijn in hun hoofd constant kijken en bedenken en controleren of ze een goede keuze hebben gemaakt. En op die manier een bewegende puzzel aan het aanpassen die dus over Nederland vliegt. Gaat dat nooit mis? Nee. Je moet dat heel goed opletten. Maximaal anderhalf uur mogen de luchtverkeersleiders achter elkaar werken. Is dat ontspannen en dat anderhalf uur werken niet een beetje overdreven? Nou nee, want het gaat uiteindelijk dat alles op een veilige manier gebeurt. En wij moeten natuurlijk best wel goed opletten om alle vliegtuigen in de gaten te houden. Je hebt het net gezien. Ja, en dat betekent dat je na anderhalf uur je concentratie wat afneemt. Dat je wat moe wordt, dat je denkt, we willen drinken. Nou, en dan kun je hier even met een kopje koffie, kun je eventueel met een collega samen een biljartje doen of tafelvoetballen. Of je kunt internetten, of je kunt eventjes een collega's een bakje drinken. Je kunt even met thuis bellen, je kunt eventueel op het Torre Centrum in de Plaza een wandeling maken in het Amsterdamse Bos. En dan wordt je hoofd weer een beetje tot rust, een beetje leeg. En ben je klaar voor het volgende stuk om te gaan werken. Zo'n 1000 mensen melden zich ieder jaar aan om luchtverkeersleider te worden. Maar 40 daarvan worden toegelaten. Zo lastig is deze klus. Schiphol staat bekend om haar ingewikkelde landings- en vertrekbanen. Er zijn maar liefst 6 banen en dat is nog niet alles. Ze liggen kriskras door elkaar. En één baan kan gebruikt worden voor het landen en het opstijgen. Het regelen van dat landen en opstijgen gebeurt niet met de radar, maar met het blote oog. In deze toren zitten de luchtverkeersleiders die alles in de gaten houden. Dit is de eigenlijk het laatste deel van de binnenkomende vlucht. En eigenlijk het begin van eigenlijk de vertrekkende vlucht. Dit heeft ook niks met radar te maken. Hier gebeurt alles op zicht. En daarom is het een hoog gebouw, een hoge toren, iedereen kent het. Hier zit er zoveel glas in dat we echt 360 graden rond
kunnen kijken naar alle vliegtuigen, hoe ze landen en hoe ze vertrekken. Vliegtuigen worden meestal in een lange rit vanuit drie kanten richting de landingsbaan van Schiphol geloodst. Zodra ze vooraan vliegen, krijgen ze instructies om op de juiste baan te landen. De baan is bezet, er kan even niemand meer vliegen. Ontstaat er dan een file in de lucht of hoe gaat dat? Dat kan gebeuren, ja. Als er dus helemaal te veel vliegtuigen zouden komen die willen landen, wat niet past, ja, dan houden we de vliegen even tegen in de lucht, dus even rondjes draaien. En als die ruimte er wel is, dan komen ze alsnog naar Schiphol toe om hier te komen landen. Dus we kunnen even iets tegenhouden, even iets in de wacht zetten. File in de lucht. En alsof het allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is, de verkeersleiders moeten naast de veiligheid ook nog rekening houden met het weer, mensen die in de buurt wonen en geluidsoverlast, de windrichting en het milieu. Het is een keer een fout. Ik kan me voorstellen dat dat best wel eens kan gebeuren. Nee, wij maken nooit fout. Dat is een grapje. Nee, natuurlijk, wij maken ook fout en dat is iedereen. Dat is wel belangrijk. Niet dat je als je fout maakt, oh, ik weet niet wat ik moet doen. Nee, doordenken en dan weer een oplossing om dat te herstellen. De ruimte die we tussen de vliegtuigen innemen is groot genoeg om dat te herstellen. Dus je moet even een nieuwe oplossing gaan bedenken, een nieuw plan bedenken. Hoe je die puzzel, hoe je die vliegtuigen achter elkaar kunt krijgen en hoe je ze veilig verder kunt afhandelen. Dus ja, we maken onze vergissing. Alleen daar is ook gelukkig de ruimte voor om dat te herstellen. Hey, kun je nog heel even wachten? Kom maar aan. Oké, tot zo. Ja, tot tijd. Dag jongens, tot na de zomer.